Goedemorgen allemaal en fijn dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Ik open de vlog in de mall. Nou, dat heb ik volgens mij ook nog nooit gedaan. Waanzinnig. Ik ga lekker met Lani, Ashley en Jentel Eva in de mall chillen. Stel maar gewoon echt nu scherp, bedankt. Oké, we zitten gezellig in de winkel. De Gilly Hicks. De Gilly Hicks, nou als slime meneer, geen idee. Van de Hollister. Oh, van de Hollister, dat ken ik dan weer wel. En nou, Ash en Lani zitten nu in een pashoek en wij staan hier nog even te neuzen. Niet passen. Nee. En wij gaan straks nog lekker doorstoppen. Maar wij gaan wel heel eerlijk zijn, er zijn hier praatjes. Dat prachtige shirt, jasje, voor de hond. Is dat voor een hond? Dat is voor een hond. Nee, rot op. Dat rot is dit voor een hond? Dat is voor een hond. Wat grappig, ik dacht voor een baby. Oh, ik wou bijna zeggen, dit is leuk voor Charlene. Maar nee, dat hoeft nou niet. Oh jee. Dan ben je zelf ook een hond met dit vachtje. Te gek. Enzovoort. Nou, was net alweer drama. Nou, wij wachten in die winkel op schoenen. Echt een half uur. Want er is storing. Maar toen las ik later op die lamp dat je alleen maar cash kon betalen. Dat hebben we niet. Nee. Maar je nog zeggen, ze hebben toch een printer. Dat hebben ze gedaan. Het is vreselijk. We hebben bij de Nike gekeken. Ja, wat onwijs ongelukkig. Nou, jongens, schoenen toch nog gekocht. Niets bij die ene winkel, maar we gewoon bij de Nike store. Super. En we gaan lekker door. Ja! Gezellig hoor, Jent. En lekker impulsief. Waanzinnig. Oké, we gaan heel even lunchen. We zijn allemaal inmiddels echt wel geslaagd. Ik bedoel, hier een tasje, hier een tasje, hier een tasje. We zijn niet. Wat is dit nou? Oh, wat is het koud! Ik heb ook geen jas aan, omdat ik die even hierin heb gestopt. We gaan even bij hier ergens eten gewoon. Bij de maan. La lune. Zo, die gaat echt in een vaart, hé. Miauw. Lekker! Yum, yum, yum. My favorite drink. Nam, nam. Lekker eetie. We hebben lekker snoepjes gehaald. En die kunnen we dan uittesten voor een video. Leuk. Gezellig. Niet watermeloen, dat haat ik. Ik wil watermeloen. Dit is appel. Ik ga wat voor appel ook. Ik ga voor de blue raspberry. Ik ga voor de blue raspberry. Ik wil deze. Cheers. 3, 2, 1. Cheers. Maar ik... Dit is wel iets... Niet uitspugen. Dit is niet lekker. Dit is helemaal niet lekker. Dit vind ik heel heftig. Mag niet uitspugen. Dit is echt lekker, het is lekker. Nee, deze is niet goed. Nee, deze is echt toxic. Kijk, ik word helemaal rood. Ik ook, ik ook. Ik word helemaal rood. Wat is dit? Echt, mijn mond ontploft. Deze is heftig. Kokend hete zure thee. Nee, ik ging gewoon alweer bij. Nee. Nee, dit is niet mijn vader. Geen aanraden, sorry. Nee, toxic. Echt toxic. Bedankt voor het kijken. Hey, allemaal, het is alweer later in tijd. Ik heb hier de kerstornamenten van de Shamin en van Buddha to Buddha. Dus die wil ik even weer opbergen, dat die weer in de doos gaan. Ik kwam thuis en ik had eigenlijk gedacht, we gaan, weet ik veel, gewoon even kort bij de bal, weet je wel. Maar we hebben gewoon de hele dag hebben doorgebracht met elkaar. Het was zo gezellig. We hebben nog gegeten met elkaar. En allemaal filmpjes natuurlijk gemaakt. Dus dat was echt super leuk. Maar ik was zo kapot. Dus ik kwam thuis. Nou, ik ging op mijn bed liggen en ik was gewoon helemaal weg. Ik was gewoon echt letterlijk helemaal weg. Het was echt verschrikkelijk eigenlijk.
Ja, ik vond het gewoon echt niet meer. Dus ik heb gewoon net even heerlijk een dutch gemaakt van, nou ik denk anderhalf uur, uurtje of zo. Dus het valt nog wel mee hoor. Maar ik moest even opladen, zeg maar. En toen werd ik wakker en toen had ik een Snapchat sterretje. Ik zeg het steeds Snapchat, Snapchat, weet ik het, maar het is Snapchat. Dus ik had daar een sterretje op gekregen. Dat is eigenlijk een soort van geverifieerde badge. Wat je bij Instagram ook ziet met zo'n vinkje, weet je wel. Maar dat is op Snapchat in de vorm van de ster. Dus dat had ik gekregen, vond ik echt super leuk. Dus nou ben ik nu officieel ook een echte Snapchatter. Straks ga ik met Daantje even naar de stad toe. We gaan even gewoon op het plein even lekker zitten. En dat is denk ik pas om 11 uur, dus dat is weer echt best wel laat. Dus ik ben blij ook dat ik heb geslapen gelijk. Dan ben ik gelijk een soort van opgeladen. Ik ben ook super blij met de witte schoenen die ik heb gekocht vandaag. Zondag gaan Ashley en ik met een super leuk televisieprogramma meedoen. Dat is aankomende zondag. Ja, dus ik kijk voor dan ook in hoeverre ik jullie gewoon mee kan nemen in dat hele avontuur. Volgens mij duren opnames 3 uur, dus het is niet zo heel lang. Maar wel alsnog echt super leuk. Dus we moesten even, ja, ik moest gewoon mooie witte schoenen hebben. Dus die heb ik ook even gehaald. Ja, dat ziet. Nou, kerstornamenten zitten allemaal weer in de doos. Dus ik ga nu dit dan even hier mooi in doen. Dan kan ik het mooi in de schuur leggen. Oké, ik ga me even klaarmaken. Ik ga dit t-shirt wel gewoon lekker aanhouden. Even een broek aan. Ik ga niet helemaal overdreven hoor. Nee, het regent buiten zo intens hard. Het is gewoon echt verschrikkelijk. Oké, ik ga de vlog afsluiten. Nou ja, je bent van me gewend. Als ik nog iets te filmen heb, dan ga ik het gewoon lekker filmen. En anders komt nu de outro. Ik weet het niet. We gaan het allemaal meemaken. Morgen ben ik er weer om 3 uur op Daily Jay-Z. Heel graag, tot dan. Yeah, woehoe! Hebben we geld, jongens? Oh, heel goed. Namens ons, een munt. Ja, vind ik wel, hoor. Joehoe!